In deze video wil ik je een aantal handige tips geven om je libido een boost te geven. De intentie om je libido een boost te geven, dat is natuurlijk om een gezonde leefstijl te hebben. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je voldoende beweegt, maar ook dat je voldoende vetten binnenkrijgt. Dus een vetarm voedingspatroon zeker niet handig als je je libido wilt verhogen, omdat vet een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en bij het aanmaken van hormonen. Gelukkig zijn er een aantal specifieke voedingstips en voedingsmiddelen die er zeker voor kunnen zorgen dat je libido omhoog gaat. Eerst, dat zijn natuurlijk amandelen. Dat heb ik zelf ook getest. Ik ben zelf absoluut een groot fan van amandelen. Ik eet ze eigenlijk ook wel vrijwel dagelijks in combinatie met andere noten. Ja, en deze bevatten natuurlijk essentiële vetten. En deze essentiële vetten zijn belangrijk voor de productie van hormonen. Dus als je te kampen hebt met wat libido-problemen, kan het een goede tip zijn om wat meer amandelen te eten. Nog een goede tip is om de avocado-vrucht te eten. Het is een van mijn favoriete vruchten, want vanwege de hele rijke smaak. En je kunt er natuurlijk ook nog een guacamole-saus van maken. En dan, dat zorgt ervoor dat je weer voor verschillende doeleinden kunt gebruiken. Goed, heel erg gezond. Rijk aan foliumzuur, belangrijk. En ook heel erg rijk aan de goede vetten. Het is de enige vrucht die ook daadwerkelijk de goede vetten bevatten. Ja, en aangezien vetten een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van libido-problemen, is het zeker een goede tip om de avocado-vrucht ook regelmatig te eten. En last but not least, ook nog rijk aan bepaalde B-vitamines. Dit is belangrijk voor je stofwisseling, voor je algemene metabolisme. Nou, eieren. Eieren zijn rijk aan vitamine B5 en B6, rijk aan cholesterol en dat is wederom belangrijk voor de libido. Echter, daar moet je natuurlijk wel enigszins mee oppassen. Het is niet de bedoeling dat je 10 eieren per dag gaat eten. Maar goed, als je kijkt naar cholesterol, 2/3 van het cholesterol wordt door de lever zelf gemaakt en 1/3 slechts door voeding zelf. Dus als je kijkt naar dat eieren heel ongezond of gevaarlijk zijn als je hoog cholesterol hebt, dat is niet geheel waar. Natuurlijk is je voedingspatroon belangrijk, maar goed, eieren zijn ook nog weer heel gezond vanwege de hoge kwaliteit eiwitten en natuurlijk bepaalde vitamines. Dus als je libido-problemen hebt, kan dat een goede tip zijn om af en toe een eitje te maken, een eitje te koken. Nou, bananen ook bevatten bromelien, dat is een soort enzym, wat ook belangrijk is voor de hormonen en natuurlijk ook weer om je libido-problemen, als je die eventueel hebt, te bestrijden. Ook rijk aan kalium en B-vitamines. En ik vind zelf bananen geweldig om door een groene smoothie te doen. Dat is ook prima smaak. En ze zijn echt heel erg rijk aan kalium en dat maakt het enorm gezond. Net zoals de meeste vruchten overigens, fruitsoorten. Nou, knoflook. Veel mensen weten het niet, maar knoflook kan ook nog daadwerkelijk helpen tegen libido-problemen. Het bevat namelijk alceïne en dat stimuleert de doorbloeding. Ja, en natuurlijk het stimuleren van doorbloeding is natuurlijk belangrijk. Vandaar dat spotten ook een hele goede tip is, omdat dat per definitie natuurlijk je doorbloeding in je lichaam verhoogt. Dus dat is eigenlijk, alle tips zijn uiteindelijk weer te combineren naar een gezonde leefstijl. En natuurlijk, last but not least, donkere chocolade. Tenminste de 70+ chocolade, want daar zit veel meer cacao in. Enorm rijk aan antioxidanten. Het is echt een antioxidanten boost, een antioxidanten bom. En het is zeker aan te bevelen om af en toe een klein stukje donkere chocolade te eten. Nou, natuurlijk is het niet de bedoeling om hele repen naar achter te werken, maar het is zo'n 1 of 2 stukjes donkere chocolade kunnen zeker het verschil maken. En daarnaast zijn er ook onderzoeken gaande dat het je hart ook nog kan beschermen. Nou, bevat ook theobromine. Dit heeft een soortzelfde effect als cafeïne. Nou, dat kan natuurlijk ook werken om je libido te verhogen. En dat maakt je tijdelijk gelukkig. Nou goed, heb je zelf nog goede tips om je libido te verhogen? Laat het mij dan zeker weten door onder deze video een reactie achter te laten. Succes!